It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik spelen met een handgun only. Want werd op Twitter gevraagd. Ik ga daarom spelen met de MR6 heet die, geloof ik. I don't know, ik weet nog niet die handguns uit mijn hoofd natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk gewoon kijken of ik daar een chill potje mee kan neerzetten. Vergeet daarom alvast niet je blauw duimpje omhoog achterlaten om mijn enorm potje team damage op de map fringe. Dus, let's see what we can do. Ja, MR6 is het met de transgression camo of zoiets. En quick draw in ieder geval. En ik heb ook nog even een stun aanstaan. Dus als ik me verveel en ik zie een paar enemies voor me die ik even makkelijk wil uitschakelen, doe ik dat gewoon met de stun. Zoals nu. Let op. Oh, fuck the shit. Kut. Oké, ik dacht dat hij wat sterk was, dit handgun-achtig gevalletje. Maar dat was dus niet zo. Oké, teammate en ik gooien 2 stuns tegelijk naar binnen. Maar het had niet zoveel effect. Let's go. Ah, het is best wel een sterk-achtig pistooltje. Maar... natuurlijk als je gewoon... een goede... oh, een goed normale persoon tegenkomt die een beetje raak kan schieten, dan ben je gewoon de shark, laat maar zeggen. Dus kijk hier, deze mensen die zitten dus niet heel erg goed op te letten, sommige ervan. Daarom gooi ik nu ook even mijn stun daarheen. Let's go. Oké, ik heb mijn UAV binnen. Oh mijn god. Even hier naar binnen geklommen, ik roep even mijn shit in. Om even gewoon te kijken of alles misschien maar even mijn heten kan halen. Het kan. Ik heb hem bijna. Oké, ik heb mijn site wel, maar die kan ik natuurlijk nog steeds niet inroepen. Oh mijn god. Holy shit! Ik moet weg hier. Vraag me niet hoe ik dit ook nog overleef. Ik heb een hater. What the fuck, dude? What the actually fuck? What the actually fuck I'm doing here? Zo. Nee, kak. Ik stunde mezelf. Oké, ik heb hier echt heel veel geluk. En ik ga dood door een nade, omdat ik wie ik was. Ah, jammer. Maar maakt niet uit. Holy shit. Zoals je ziet, een handgun kan dus pittig sterk zijn. Het kan. Word jij eens even wel heel snel op. Huppakee, ik heb 5 headshots. Komt er een. Huppakee. Dit is wel leuk om eigenlijk met een handgun te spelen, vind ik zelf. Handgun of handgun, hoe je het wil noemen. Oh, dat is een teammate. Ik schrok me al echt dood. Als dat een enemy was, had ik sowieso nu al dood geweest. Ik hoef maar een enemy 1 keer te raken met dat vlammen ding. Met de heat, hoe heet dat ding? Purifier. Sorry, ik kom maar even naar komen. En dan is hij al dood, laat maar zeggen. Maar let go. Het gaat echt super lekker. Ik zit alweer op mijn 10 stiek. Ik heb weer een hater. Kom in de shit. Huppakee. Hij quit van mijn neus, zag je dat? Rage quit, bro. Why are you mad? Cause you're bad. Oh. Oh. Ah, shit, man. Hey, we hebben al fucking dikke streaks gehad in het potje met deze gun houden. Hey. Let's go. Ik zeg, probeer het zelf uit. Dus ik ben best wel OP met een handgun, jongens.
hij schiet me gewoon door zijn stun heen dood. Oké. Mag allemaal. Huppakee. Fastmack erop, dat is niet echt nodig. Vind ik. Ze reloaden al bowl. Best wel snel. Zo. Nee, kak. Zo, hij was echt scheef. Let's go, we hebben gewonnen. Wat is onze eindscore? 37-6 is onze eindscore met de MR6 handgun. Mocht je genieten van deze video, laat even massaal een blauw duimpje omhoog achter. Ik help me enorm. Als we gaan voor 60 likes, dat helemaal toppie zijn natuurlijk. Verder is dit was mijn klas. Quick draw, een flashbang, Sixth Sense, Flag Jacket, Fast Hand, Scavenger en de Blast Suppressor perk natuurlijk. Dus, jongens, ik hoop jullie te zien bij de video van morgen. Dus, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!